Hallo, in deze instructievideo leren wij meer over winkels en diensten. Wij leren nieuwe woorden. Het gemeentehuis. Accent op E. Het gemeentehuis. Ik ga naar het gemeentehuis. Verbum ga. Infinitief gaan. Gaan is altijd met naar. Ik ga naar het gemeentehuis. Een andere zin. Ik haal mijn identiteitskaart in het gemeentehuis. Ik haal mijn identiteitskaart in het gemeentehuis. De bibliotheek. Accent E. De bibliotheek. Ik ga naar de bibliotheek. Ik zie opnieuw prepositie naar. Ik haal boeken in de bibliotheek. Ik haal boeken in de bibliotheek. De apotheek. De apotheker. De apotheker is de persoon die werkt in de apotheek. De apotheek is de plaats. Het accent is op E. De apotheek. De apotheker. Ik ga naar de apotheek. Ik koop medicijnen bij de apotheker. Ik koop medicijnen in de apotheek. Ik zie bij de apotheker in de apotheek. Bij gebruik ik bij de persoon, apotheker. In gebruik ik bij de plaats, in de apotheek. Ik ga naar de apotheek. Ik kan ook zeggen ik ga naar de apotheker. Dat is allebei correct. De dokter. Ik ben ziek. Ik ga naar de dokter. Dokter, accent op O. De dokter. De slagerij. Accent op I. Is de plaats. De slager. Is de persoon. Ik ga naar de slager. Met gaan kan ik kiezen, slagerij of slager. Ik koop vlees bij de slager. Slager is een persoon, dus ik zeg bij. Ik koop vlees in de slagerij. Slagerij is een plaats, dus ik zeg in. Bij gaan altijd naar. De bakkerij, dat is de plaats. De bakker is de persoon. Ik ga naar de bakker. Ik koop brood bij de bakker. Ik koop brood in de bakkerij. Bij de persoon, in de plaats. Het kapsalon, dat is de plaats. De kapper is de persoon. Ik ga 1 keer per maand naar de kapper. De frituur. Ik ga naar de frituur. Ik koop fritten in de frituur. De winkel. Ik ga naar de winkel. Winkel? Accent op I. Ik ga naar de winkel. Er zijn verschillende soorten winkels. De klerenwinkel. Ik koop kleren in de klerenwinkel. De schoenwinkel. Ik koop schoenen in de schoenwinkel. De krantenwinkel.
Ik koop de krant in de krantenwinkel. De speelgoedwinkel. Ik koop een puzzel in de speelgoedwinkel.